Agenten zagen zondagochtend een slingerende auto spookrijden op de Brinkweg. Toen de agenten de 37-jarige man wilden laten stoppen, scheurde hij om de politieauto heen. Op zijn vlucht had hij een andere auto en een elektriciteitspaal geraakt. De bestuurder kwam tot stilstand op de vaartweg door een lekke band en een kapotte voorruit. In Hilversum is D66 de winnaar geworden van de Europese verkiezingen. De PVV heeft erg veel zetels verloren. De opkomst voor de verkiezingen in Hilversum is iets minder dan vorig jaar. 41% heeft zijn stem uitgebracht. In 2009 was dat 42%. Komende weken wordt er op de Minkelerstraat aan de weg gewerkt. Tot juli is er daarom één rijbaan afgezet en wordt het verkeer met stoplichten om de werkzaamheden heen geleid. Maandagochtend was het loze alarm op het Mediapark. De brandweer rukte met groot materiaal uit, maar gelukkig was er niks aan de hand.